Hey kijkers van Kaalslaars, welkom bij alweer een gloednieuwe video en welkom bij alweer de ene laatste video van dit jaar, denk ik. Het is vandaag natuurlijk 2 dagen voor nieuwjaar en het is een beetje traditie geworden voor mij om ieder jaar een tutorial te uploaden over hoe je een super gave vuurwerkshow maakt en daarom gaan we dat vandaag weer doen. Dus mocht je er zin in hebben, druk dan zeker even op het duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren als je het nog niet had gedaan en dan gaan wij super snel beginnen. Nou, deze video bestaat uit 2 delen. In het eerste deel ga ik jullie uitleggen hoe je iedere vorm van vuurwerk kunt maken in Minecraft die je maar wil. In het tweede deel ga ik jullie uitleggen hoe je letters in de lucht kunt laten staan. Dus hoe je 2019 in de lucht kunt laten staan met behulp van dit nieuwe vuurwerk. Dus dat is wat we vandaag gaan doen. Ik zal de tijdstippen nu even in beeld zetten. Daarop deel 1 begint nu en deel 2 begint. Ja, je ziet het wel staan in beeld. Dus ik zou zeggen, druk op het duimpje omhoog en dan gaan wij super snel beginnen. Goed, ik heb hier weer een prachtig schema gemaakt waarmee we stap voor stap kunnen gaan bepalen hoe wij een vuurwerk gaan summonen. Nou, er zijn heel veel eigenschappen natuurlijk in een vuurwerk. Je kunt een flikkerend vuurwerk hebben met spoor in allerlei verschillende kleuren. En die gaan we vandaag allemaal 1 voor 1 behandelen. We gaan een heel effectieve manier pakken om dit te doen. Nou, hoe dit werkt, ik heb op ieder bordje een deel staan van de command die jij moet gaan typen. Waar spaties staan, typ je spaties en meestal hoef je geen spaties te typen, dus dan weet je dat. Maar kijk goed mee. Ik zal in de beschrijving zal ik ook gewoon even precies laten zien hoe dit werkt. En daar zal ik ook wat informatie in zetten. Hoe we dit gaan doen? Stel, het doel van vandaag is om een blauw met geel vuurwerk te maken dat veet naar weet ik veel groen of zo. We kunnen alles maken. Of gewoon groen naar iets anders. Goed, we gaan gewoon van alles maken. Let op. Dan maken we slash. Even kijken. Slash summon. Firework. Firework underscore rocket staat hier ook. Dan X, Y, Z. Daar kun je gewoon 3 golfjes invullen. Druk je op shift en dan op de toetsen links naast die 1 op je toetsenbord. Zo. 3 golfjes. En dan hebben we nu de eerste stap en dan typen we het haakje. Dus dat zie je hier. De accolade. Dan komt de eerste variabele. Lifetime. Let goed op de hoofdletters. Hoofdletter L, hoofdletter T. Lifetime, dubbele punt. En dan de levensduur van de raket in ticks. Normaal staat die op 30. Dus ik zou hem gewoon op 30 laten staan. Nou, je kunt nu gewoon op enter drukken als je verder wil kijken. Dat maakt verder niet zoveel uit. Want dan kun je gewoon T en dan weer pijltje naar boven. En dan kunnen we weer verder gaan. Nou, je ziet hier na de comma komt fireworks item. Geen spaties, gewoon aan elkaar vast. Fireworks, item, dubbele punt, een accolade. Zo, dan ID, dubbele punt, geen spatie, gewoon firework underscore rocket. Alles aan elkaar. Comma, hoofdletter C met count, dubbele punt 1. Comma, kleine letter T, dus tag, dubbele punt, accolade. En dan gaan we even op enter drukken, komen we hier. En dit is een heel leuk stuk. Tag, dubbele punt, oké, dan komen we nu dus na tag, hebben we onze accolade getypt, dan komen we bij fireworks, dubbele punt, een accolade, flight, dubbele punt. Nou, X staat voor de vluchtlengte van de raket. Het kan 1, 2 of 3 zijn. Ik weet, misschien kan het ook wel langer, maar ik zou 1, 2 of 3 pakken. Wij pakken voor het gemak eventjes 2. Dan een comma en dan een hoofdletter E, explosions, dubbele punt. En dan krijg je een hoekig haakje, deze hier. Deze hele mooie krijg je dan. En die gaan we hiervoor gebruiken. Nou, dan zie je hier, dan komt er een accolade weer. Dan type, dubbele punt. Dan kun je kiezen, want je hebt 0. Als je hier 0 invult, heb je een kleine bal. Met 1 een grote bal, 2 een ster. 3 is een creeper en 4 is een sparkle. Nou, wij willen een grote bal, dus 1, comma, flikker met een hoofdletter F. Als je 0 invult, heb je geen flikker. En als je 1 invult, zit er wel een flikker effect aan. We hoeven geen flikker. Trail hoeft ook niet, dus dan doe je weer comma. Hoofdletter T, trail, dubbele punt, 0, comma. Nu komen we bij een iets moeilijker stuk. Type colors met een hoofdletter C, colors, dubbele punt. Weer zo'n hoekig haakje. En dan typ je een hoofdletter I, comma, en dan X. En bij X vul je een van de kleuren in die je wil. En je kunt er heel veel achter elkaar doen. Alle kleuren hebben een eigen kleurcode. Die codes heb ik in de beschrijving gezet. En die kunnen we hiervoor gaan gebruiken. Je kunt nog veel meer codes volgens mij, maar de belangrijke codes die staan hier nu in de beschrijving en die kun je gewoon kopiëren. De code, want wij willen een groen vuurwerk maken, dus de code voor groen is 39168, staat hier. 168, comma. Nou, ik wil er nog wel een kleur bij, dan typ je gewoon een comma en dan typ je de volgende kleur. En dat is wit, ik wil ook wel wit. Dat is
16777215. Zo, dan kunnen we nu afsluiten. Dus weer een hoekig haakje de andere kant op. Zo, dan weer een nieuwe comma. En dan typ je fade colors met een hoofdletter F en een hoofdletter C. Colors, dubbele punt, weer een hoekig haakje, hoofdletter I, comma, dan X. We willen dat die fade naar groen. Dus we doen weer 3, 9, 1, 6, 8. Ook weer naar wit, dus 1, 6, 7, 7, 7, 2, 1, 5. En we willen dat die ook naar lichtgroen gaat. En dat is 1, 0, 0, 9, 2, 3, 3, 9. Zo. Dan, sluit je mee af met een hoekig haakje. Dan, ja, dan ben je eigenlijk klaar. Er staat hier nog een comma. Die klopt niet. Ik zal het meteen even aanpassen. Zo. Dit moet natuurlijk, even kijken, fade colors, dubbele punt, i, x gewoon zo zijn. Er moet geen comma achter dus. Zo, nou, dan typen we nu een accolade. Zo. En er zijn al twee dingen die je kunt doen. Eén is, we sluiten hem af. Dus dan typ je een hoekig haakje. En dan nog vier accolades. 1, 2, 3, 4. En dan zou die, als het goed is, goed moeten zijn. Even kijken, ik heb ergens iets fout gedaan. Ja, ik heb een klein foutje gemaakt. Ik heb het hier ook meteen aangepast. Het moet niet i, zijn, maar i. En dan een punt, comma. Zo. Doe je even bij allebei, bij fade colors en colors kun je dat nu aanpassen, zo. En daar tussen de verschillende kleuren moeten wel normale commas. Dus i, punt, comma en dan de kleurcodes. En dan zie je, als het goed is, dat je command groen wordt in de chat. Dat betekent dat die goed zou moeten zijn. Dus we gaan hem eventjes testen. Let op, daar gaan we. Oh. Hey, hij doet het. Kijk eens aan, we hebben een groen vuurwerk dat fade naar lichtgroen. Zo te zien hebben we het goed gedaan. Wat had je nog meer kunnen doen? Je had 1, 2, 3, 4 accolades en dit ding weg kunnen doen. En nu kun je ook terug hierheen, zo, dus met de pijlen terug, een comma moet er dan komen te staan. Dus typen een comma. En dan kun je weer hier kun je een nieuwe explosie toevoegen. Dus dan kun je weer, nou, type, dubbelpunt, bla bla bla. En zo kun je een hele nieuwe explosie toevoegen als je dat wil. Maar dat hoeft natuurlijk niet. In ieder geval, voor mij hoeft het niet. Ik heb gewoon mijn mooie vuurwerk te pakken. Dit is hoe je dus je vuurwerk maakt. We gaan nu door naar het tweede deel van het tutorial. We gaan proberen om de letters in de lucht te zetten. Goed, ik heb mijn vuurwerkcommand in deze commandblok gezet. Hij is veilig en opgeslagen. Je krijgt een commandblok door slash give at p command underscore blok 1. Dan krijg je een commandblok. En deze gaan we gebruiken om de letters in de lucht te zetten. Het eerste wat je moet gaan doen is met steen de vorm uit gaan zetten. Dus we gaan even gewoon wat steen pakken. Zo, we gaan hier de vorm uitzetten van de letters. Nou, in ons geval wordt het dus 2019. Want die gaan we natuurlijk maken, want het is natuurlijk nieuwjaar. Toch 2019. Dus we gaan even met steen de vormen precies uitzetten. Zo. Even kijken hier. 2001. En dan een 9. Even kijken. Zo. Kijk eens aan. Nu hebben we 2019 hebben we nu gemaakt. Dan pak je. Even kijken. Pak je een blok. Een diamond blok bijvoorbeeld. Maakt niet zoveel uit. Dan typ je slash fill. Dus dubbel L. Tab. Tab, spatie, druk je op enter, haal je dit blok weg. Nu gaat de chat natuurlijk zeggen, ja, dat je iets fout hebt gedaan, maar dat maakt niet uit. Ga je hierheen, zet je hier zo de diamond blocks neer in de andere hoek. Dat zorgt dat je hele gebied erin zit, dat al het steen erin zit. Dan druk je op T, plaats je naar boven, spatie, tab. Druk je nog een keer op enter, is als het goed is nog een keer fout. Dan haal je het diamond blok weg en dan, nu kun je weer T, plaats je naar boven, spatie, Minecraft, dubbele punt, barrier. Spatie, replace, spatie, Minecraft, dubbelpunt, R. Zo, dit zou moeten werken. Als je nu op enter drukt, zul je als het goed is zien dat hier nu allemaal barriers om onze 2019 steen heen staan. En dat is de bedoeling. Nou, dan pak je een commandblok erbij. En daarin typ je summon, Minecraft, dubbelpunt, armor, underscore, stand, spatie, golfje. Achter het tweede golfje zet je min 0.5, zo. Dus golfje, min 0.5 achter de tweede zetten. Dan kun je hier twee haakjes neerzetten. Custom name, dubbele punt, twee aanhalingstekens. Achter allebei de aanhalingstekens zet je een slash, een backwards slash. En die zit, bij mij zit die naast mijn accolades op mijn toetsenbord. Zet je twee nieuwe aanhalingstekens neer, zo, op deze manier. En hier kun je dan iets tussen gaan typen, zo. Ik had hem verkeerd om, deze slash die moet hier zo staan. Kijk eens aan. Nu klopt hij wel. Dus custom name, aanhalingstekens, slash, een backward slash.
Nog een aanhalingsteken. Hier typ je de naam. Dus hier kunnen we, zetten we als naam, zetten we hier neer. Vuurwerk. Zo, kleine letters aan elkaar. Komma. Dan zet je een hoofdletter aan. No, hoofdletter G, gravity, dubbele punt, 1b. Komma, hoofdletter I. En dan invisible, dubbele punt, 1b. Zo, deze pakken we. Zet je op always active. En dan done. Even, wil ik even snel kijken of er hier al een armbandstand staat. Even kijken, ik hoop het niet. Hij staat er wel. Oké, nu staat hier dan een armbandstand. Wat je dan even doet is slash kill at I. Name is vuurwerk. Zo, op deze manier. Nu is hij weg. Wat we nu kunnen gaan doen. Nu hou je Ctrl ingedrukt op je toetsenbord. En je klikt op je scrollwiel. Zo. Dan krijg je deze commandblok met. En staat daarbij plus NBT. Dat is wat we moeten hebben. Dan gaan we nu in deze letters gaan we deze commandblok op sommige punten plaatsen. Let op, we pakken even de barrier erbij. Zo, dan halen we deze weg. Zetten we dit blok steen halen we weg. Hier zet je de commandblok neer. Zo, en nu zet je weer de barrier terug. Dat doen we hier ook. Dat doe je eigenlijk op alle hoekpunten in de letters. Dus zorg dat je shift ingedrukt houdt als je die barrier terugplaatst. Anders ga je in de commandblok, dat moeten we niet hebben. Zo, hier doen we hetzelfde. Commandblok neerzetten. En doe je op alle belangrijke hoekpunten van de letters. Dus dat zal ik even snel versnellen bij mij. Kijk, is aan. Als het goed is, was dit. Wat we nu moeten gaan doen, nu moeten we deze steen en commandblok natuurlijk weg gaan halen. Dan ga je dus weer naar één hoek van al je barriers. Dus slash fill, tap, tap, tap weer. Ga je naar de andere hoek. Hier ook weer slash fill. Of dan doe je T, pijltje naar boven. Weer tap, tap, tap. Dan typ je Minecraft R. Replace Minecraft stone. Zo, nu is dit vast weg. Dan doe je T, pijltje naar boven. En dan verander je stone naar command underscore block. En als het goed is dit nu ook weg. Nu lijkt het alsof er niks meer staat. Maar als we even in Game Mode Spectator gaan. Dan zie je dat hier al onze armor stands staan. En die hebben we nu nodig. Nou, nu hebben we nog maar één commandblok nodig. En die wordt eigenlijk heel erg simpel. Dus deze kunnen we weghalen. We gaan hier nu de commandblok neerzetten. Execute as at i name is vuurwerk. Zo, at s. Zo, run. En nu, nu kun je even op enter klikken. Dus heb je iets dat er zo uitziet. Execute s. At enames vuurwerk. At ss. Run. Nu gaan we deze command erbij halen. Doe je Ctrl A. Ctrl C. Zo. Nu zetten we die hierachter. Ctrl V. Nu geeft hij hier even een error omdat er geen slash voor mag staan. Dus we halen de slash weg. Nu doet hij het wel. En we moeten wel even één ding aan gaan passen. We moeten de lifetime eventjes naar 0 gaan zetten. Zodat hij meteen ontploft. En als het goed is... Als het goed is, zou dit nu goed moeten zijn. We klikken even op done. Ik pak eventjes een button erbij. Als alles is gelukt en we drukken op deze knop, zou er daar dadelijk perfect mooi in de lucht 2019 moeten komen te staan. Er is maar één manier om daarachter te komen. Oeh, alles of niks. 3, 2, 1. Oh, jemig. Ja, het werkt. Maar jemig, wat lijkt dit, zeg. Oké, dat was niet heel handig. Waarom lijkt dit zo erg? Oké, dus er is iets een beetje raar met mijn computer op het moment. Ik heb geen idee, maar Minecraft 1.13 lijkt een beetje al de hele tijd. En dat is super raar en dat is iets wat typisch Minecraft 1.13 is. Maar als het goed is, want ik heb ook nog opnamesoftware draaien. Als het goed is, dan hebben jullie hier heel weinig last van. Als het goed is, kun je gewoon op die knop drukken en dan komt er gewoon 2019 staan. Kijk, het werkt wel bij mij, dat zie je, want er staat duidelijk 2019. Alleen heel mooi is het niet. En dat komt doordat mijn computer... Even wat problemen heeft. Ik heb geen idee precies. Maar het werkt wel. Zoals je ziet, 2019. Dit is dus hoe je tekst maakt. Je kunt het met alle letters maken die je maar wil. Je kunt een hoofd tekenen van iemand. Je kunt een naam van iemand maken. Je kunt alles maken wat je maar wil. Als je het gewoon maar op dezelfde manier doet als wat ik het net heb gedaan. Hopelijk vond je dit allemaal een super vette video. Mocht dat zo zijn, druk dan zeker even op het duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En vergeet ook zeker niet deze video te delen. Zodat iedereen een wedstrijd kan houden om wie de mooiste vuurwerkshow kan maken. En dan hoop ik dat ik jullie allemaal terug zie bij de volgende video op dit kanaal. See you all later!